Eerst met een hele hoop bij elkaar, grote kampen, en toen hebben ze ons weer uit elkaar getrokken, nooit met die kleinere kampjes. Nou, dan was het helemaal over. Want dan sta je allemaal met drie wagentjes en vier wagentjes bij elkaar, en daar is helemaal niks meer aan. Want eerst was je elke dag bij elkaar, en je zocht elkaar op. En dat is nou niet meer, we staan er allemaal kilometers van elkaar af. En dan, dat is niet meer leuk. Je ziet elkaar te weinig nu. Want mijn eigen neefjes en nichtjes en achterneefjes, die ken ik amper meer. En ze trouwen ook minder met elkaar. Er wordt nou meer met de burgers getrouwd, met de jongens en meisjes. Ik heb zelf ook al burgermeisjes in de familie. Ja, dus het gaat toch zo langzaam zoetjes, denk ik, die kant op. Voor de tv probeer ik me een beetje aan te passen. Maar voor gewoon onder elkaar hebben we een taalgebruik. He, dat noemen wij het bargoens. Gebruiken we niet veel meer, maar we gebruiken het wel. Afkortingen. Ook in onze zinsopbouw. Enorm veel afkortingen. Dat is van oudsher meegegaan. Hier in die wagen gewoon, of rond de wagen, gewoon jezelf kunnen zijn. En als ik hier zin heb om eens een keer uit de band te springen in de positieve zin, kan dat. En als ik in een huis in een straat zou wonen, dan wordt er door iedereen naar je gekeken. En dan is mijn angst dat je je eigen zoveel aan moet gaan passen, dat je eigen ik gaat verdwijnen. Kijk, ben je niet anders gewend, dan bouw je je eigen ik op. Maar heb al een leven met een eigen ik. En ik heb geen behoefte meer om aan te passen. Ondanks dat we ook wel eens botsingen om elkaar hebben, accepteer ik ook. Ondanks dat we ook een grote sociale controle op elkaar hebben, die soms ook best wel eens negatief kan zijn, dat ze alles willen zien. Ondanks de minder positieve dingen van de woonwagenwereld, het is niet alleen maar positief, voel ik me in hart en ziel woonwagenbewoner. Kijk eens hoe mooi die hond draait. Ja. Kom maar. Kom dan. Kom. Kom dan. Hartstikke mooi. Ik vind het mooi. Ik heb wel eens gewonnen in huis, want dan werd ik ziek. Dan ben ik eruit gemoeten. Ik kon er niet tegen. Ik was die woonwagen gewend. Dat rondtrekken. En dat mis je dan. Nee, een huis. En die krijgt de mooiste villa. Maar ik mag erin wonen voor niks, wil ik het niet. Geef mij mijn woonwagentje maar. Vier wielen. Maar die wielen zijn tegenwoordig dus geblokkeerd.
De wagens komen nooit meer van de kampjes af en dan worden daar geen nieuwe bewoners meer toegelaten. Het is dus wel duidelijk waar het overheidsbeleid toe zal leiden. Het is onvermijdelijk dat ze op lange duur zullen uitsterven, de mensen van de reis. De aanpassing zal al maar doorgaan. Onze geregelde samenleving kan dat rondtrekken nu eenmaal niet verdragen. Althans, niet buiten de vakantietijd als we er met z'n allen in de caravan op uittrekken. Af en toe zal er misschien nog wel een opleving komen. Een vlaag van warme belangstelling voor de woonwagenwereld. Rond Frans Bauer bijvoorbeeld. Of in de toekomst rond Rafael van der Vaart van Ajax. Volgens velen het grootste talent van het Nederlandse voetbal en een echte woonwagenjongen. De eerste cameraploegen zijn al rond de ouderlijke wagen gesignaleerd. Een toekomstig miljonair die nog bij zijn ouders woont en nog geen rijbewijs heeft. Daar laten we het bij. Volgende week zijn we er weer met het verhaal van een vergeten ramp. De eerste chemische catastrofe van Nederland. Marbon, Amsterdam, 1971. Bezoekt u intussen in de kerstvakantie vooral geregeld www.anderetijden.nl, waar u als altijd ook uw reacties kwijt kunt. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onzin.